We staan hier in het park Maarsebroek. Wat is er hier aan de hand? Er wordt op korte termijn, althans men is er al mee begonnen, een hele grote groep van bomen gerooid. Wat is daar de reden van? De reden is het gevaar die ze opleveren volgens de Stedin, dat ze een gevaar zijn voor de bekabeling van het netwerk. Ze groeien in de kabels en wat gebeurt er dan? Ze groeien niet in de kabels, maar ze zouden, als ze niet snoeien, inderdaad een gevaar kunnen opleveren. En hoe bent u op de hoogte gekomen van dit plan? We zijn door een berichtje in de VAR, geloof ik, 17 januari, waarin aangekondigd werd dat de bomen gerooid zouden worden. 19 januari zijn ze begonnen en zonder enige voorinformatie zijn we ermee geconfronteerd. Wat heeft u als bewonersgroep toen gedaan? Ik ben als bewoner hier rechtstreeks aan het park, heb ik de wethouder van Milieu en Leefomgeving benaderd. Een eerste reactie bleef uit. Ik heb de raad benaderd en twee raadsleden die ook geïnteresseerd waren, die zijn met mij het park ingegaan. Heeft u nog contact gehad met Stedin erover? Ik heb getracht Stedin te benaderen. Ik heb ze gisteren uitgenodigd om met het bestuur, de raad, de wethouder en de bewoners gezamenlijk aan tafel te zitten. Ik heb ze thuis uitgenodigd. Bij mij thuis heb je uitzicht op het park, de bekabeling en de masten. En ik hoop dat we met elkaar in gesprek kunnen komen om daar te zien wat wel de goede oplossing is. Nou zie ik achter me wat bomen met groene stippen. Dat zijn dus bomen die al gerooid gaan worden, maar er staan er nog veel meer onder de masten. Hoe ver bent u niet bang dat ze die ook nog gaan rooien? Ik ben inderdaad bang dat ze die ook gaan rooien. Er is geen enkele informatie inderdaad over de bomen die gerooid gaan worden. De bomen die u achter mij ziet, waar de stippen op zitten, dat zijn bomen die niet onder de masten staan, maar daarnaast. En in alle stukken die ik lees, wordt er gesproken over bomen die onder de mast staan. Dus ik ben bang dat ze hier de steden een beetje buiten de lijntjes kleurt en inderdaad zijn bevoegdheden te buiten gaat. Nou staan we hier naast de A2. Heeft het weghalen van al die bomen ook nog gevolgen voor wat betreft geluidsoverlast en dergelijke? Het heeft wel degelijk gevolgen. Straks als er weer blad aan zit, zijn het inderdaad vangen ze en geluid en fijnstof op. En dat komt straks dus allemaal te vervallen. En met kruiphout, wat daarvoor in de plaats komt, dat vervangt niet de functie die de bomen nu hebben. Gemeente Stichtse Vecht laat weten, de hoogspanningsmasten en de elektriciteitskabels zijn in beheer bij Stedin. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en zijn daarom bevoegd om in te grijpen als de begroeiing eronder te hoog wordt. Veiligheid stond voorop toen recent door Stedin werd besloten de werkzaamheden uit te gaan voeren. We hebben aangedrongen op uitvoering zoals dat is opgenomen in het parkbeheersplan. Een beplanting met gehalveerde of zwaar ingekorte bomen heeft geen toekomst. Dan liever een stap zetten in de geplande ontwikkeling van het park door de betreffende beplanting om te vormen tot hakhout. De meeste afgezaagde bomen zullen opnieuw uitlopen. Voor alles wat eventueel niet uitloopt, worden jonge bomen aangeplant met langs de paden inlandse heesters die na enige jaren gaan bloeien en bessen zullen dragen. Dat er uit veiligheidsoverweging iets moet gebeuren, dat is vanzelfsprekend en daar hebben we ook geen enkel probleem mee. Maar het rooien is dermate, heeft dermate veel consequenties. Dat inderdaad rooien ons inziens niet de oplossing is, maar snoeien. Volgens Stedin is snoeien niet de oplossing. De bomen worden flink vervormd en dat komt de gezondheid van de boom niet ten goede. Het uitgangspunt voor Stedin is inderdaad dat de bomen op het ogenblik wel te hoog zijn. Maar het zijn niet de bomen die het probleem veroorzaakten. Het is uiteindelijk de nieuwe bekabeling en de lagere hangende kabels de oorzaak van zijn dat die naar de bomen toe zijn gekomen. En wat gaat u nu als bewoners nog doen? Ik ben in contact met de gemeenteraad. Ik heb gisteren een wandeling gemaakt door het park met twee geïnteresseerde raadsleden. Welke partijen waren die van? Die waren van Maarsen 2000 en GroenLinks. Wat hebben die gezien? Die hebben inderdaad met mij waargenomen dat inderdaad als deze kaalslag zich voortzet, inderdaad er eigenlijk niets meer van het park overblijft. En dat is inderdaad voor ons volledig onacceptabel. Het is voor het milieu niet goed, het is voor de leefomgeving niet goed. En het genot wat we van het park hebben, op deze manier blijft er van het park niets over.